Vannacht gebeurde het opnieuw. Dat ik de tijd probeerde terug te draaien naar die avond van 9 november 1989, toen we ons hadden afgesloten van de buitenwereld. Ik bedacht dat de herinnering best werkt met terugwerkende kracht, zoals je wanneer je iets kwijt bent moet trachten te achterhalen waar je het laatst bent geweest, en daarvoor en daarvoor. Ik zag iemand een fles opvangen die een halve seconde eerder nog aan scherven op de grond had gelegen en twee meisjes die zich van tussen de koperen paarden op de Brandenburger Tor naar beneden lieten zakken. Een van hen dichtte de scheur in haar jeans doordat ze haar knie tegen de stenen had geschuurd. Liederen werden achterstevoren gezongen door monden die de woorden opslokten. Leuzes verdwenen van spandoeken in de tintenkillers die ze schreven. Duitse eenheidsvlaggen werden weer en heen gewaaid. Ondertussen kromp aan de zwarte novemberhemel een roset van vuurwerk in elkaar tot een knal die naar de grond toeschoot. Vonken werden opgezogen in rotjes die verschillende mensen boven hun hoofden meedroegen, terwijl bubbels in glazen sek naar de bodem zonken. Flessen werden geroofd, het vocht onder de kurken gewrongen. De vreugde ebde weg toen broers en zussen, favoriete nichten, ouders en kinderen elkaar ten afscheid omhelsden, hun tranen inslikten en beslisten elkaar voor lange tijd niet meer te zien. Ik wilde niet schrijven over de drang die een mens kan voelen om van betekenis te zijn. En hoe hij daar soms heel dichtbij kan komen, maar er dan toch in slaagt om dat te missen. En dat idee werd opeens heel concreet toen ik het verhaal hoorde van een vrouw hier in Berlijn. Op de avond van 9 november 1989 besloten zij naar lief om tijd voor zichzelf te nemen. Ze legde de telefoon van de hoorn, sloten de gordijnen, schakelde de radio en de televisie uit. En precies die nacht viel de muur. Hetzelfde is Victor overkomen, mijn hoofdpersonage, die jaren na datum een gerenommeerde wetenschapper is geworden. Door omstandigheden heeft hij dus de val van de muur gemist en dus zijn afspraak met de geschiedenis. Maar wanneer hij op latere leeftijd iets op het spoor is gekomen in de wetenschap, is hij vastbesloten om dat momentum deze keer niet voorbij te laten gaan. Men ontnuchterde. De metrostations en straten werden vrijgemaakt. De ossies keken weg van het westers kapitalisme, kropen terug in hun trabants en wartburgs waarvan de sleutels nog in het contact zaten. De adrenaline nam af, wanneer een Oost-Duitser het licht aanstak in de duisternis achter de muur. Het teken voor de anderen om te volgen. 4 miljoen mensen. Ze deinsden terug over de grens, voorbij het punt van betekenis. Een ander tijdperk in. Onder applaus begeleidde de grenspolitie de laatste mannen en vrouwen achter de slagbomen, achter de Todesstreifen, de wachttorens en de controleposten. Ze pikten hun verrekijkers op, zagen de krioelende mensen zich al maar verder verwijderen en zich verspreiden in hun huizen als ongedierte in een karkas. Ergens op dat moment, op een andere plaats, gleed zij van me af. We trokken onze kleren aan en in de duisternis stapte ze mijn kamer uit. Ik schoof de gordijn open, legde de hoorn op de haak en liet de radio weer spelen. En toen kon alles en iedereen zo goed als opnieuw beginnen.